Nieuwe Oogst TV wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Ledenvoordeel. Nieuw collectieve korting op auto's en bedrijfsauto's. En Dam Beton voor kavelpadplaten, megablokken en betonmortel. Dit is Nieuwe Oogst TV. Met vandaag de volgende onderwerpen. LTO vindt plannen ingrijpend maar nodig. Recordwinst voor Friesland Campina in 2015 en Kamer wil tegenstrijdig beleid imidacloprid. De fosfaatproductie van de melkveehouderij moet op 1 januari 2018 zo'n 4-8% zijn gekrompen. Het stelsel van fosfaatrechten gaat op 1 januari 2017 in. LTO vindt de plannen nodig, maar ook zeer ingrijpend voor de leden. De overschrijding van het plafond nu is 4%. Dus dat betekent dat de sector als geheel moet 4% minder fosfaat gaan produceren. Maar doordat we bijvoorbeeld bepaalde bedrijven compenseren, bedrijven die grondgebonden zijn, die dus zelf geen overschot hebben en daarmee dus ook eigenlijk niet bijdragen aan de overschrijding van dit plafond op nationaal niveau. Die bedrijven die worden gecompenseerd en dat betekent dat andere bedrijven dan natuurlijk ietsje meer zullen moeten inkrimpen. Dus ik ga ervan uit dat het voor bedrijven de generieke afroming minimaal 4% zal bedragen. Maar ik vind dat die niet hoger mag zijn dan 8%, want dat vind ik echt te gortig worden voor individuele bedrijven. Als LTO Nederland hebben we zwaar ingezet op dat er een nieuwe derogatie komt. Het is essentieel en onmisbaar voor de melkveehouderijsector. Tegelijkertijd hadden wij ingestoken om de pijn rechtvaardig en rechtmatig te verdelen. Daarbij hebben we voor elkaar kunnen krijgen dat de kortingen naar voren geschoven zijn, zodat pas in de loop van 2018 ze daadwerkelijk geëffectueerd worden. Dat betekent extra tijd die we ook heel hard nodig zullen hebben. Ondanks een lagere netto-omzet behaalde Friesland Campina over het jaar 2015 een hogere winst. Dat bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers in Amersfoort. De winst gaat deels naar de leden. Ja, ik heb bij de leden melkveehouders aangegeven dat ik toch een beetje met een dubbel gevoel sta. Want het prestatie wat Friesland Campina neergezet heeft is de beste prestatie ooit. Maar dat wel in het kader van een lagere melkprijs. En die prestatie Friesland Campina heeft dat niet volledig kunnen compenseren. Dat gezegd hebbende is die prestatie die Friesland Campina gemaakt heeft, komt voor een groot gedeelte weer ten faveur van onze leden melkveehouders. Dus zeker, we hebben 300 miljoen verdiend, maar dat komt ten goede aan onze leden melkveehouders. De Tweede Kamer wil enerzijds een totaalverbod op het gebruik van imidacloprid in de glastuinbouw en anderzijds dat de regering het gebruik van imidacloprid toelaat en inzet op naleving en handhaving van de zuiveringsplicht. Volgens LTO Glaskracht is een totaalverbod van imidacloprid onverstandig en komt dat de vergroening in de sector niet ten goede. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd zo snel mogelijk te reageren op de twee moties. Campina produceert sinds kort kaas onder eigen merk in supermarkt. Campina kaas is volgens de producent 100% natuurlijk en bevat geen toegevoegde kleurstoffen. Dat is te zien aan de lichtere kleur van het kaasassortiment. We hebben gekozen om kaas in Nederland weer een nieuw type kaas te introduceren in Nederland. Die hadden we nog niet. Dat was de 48 plus, de Noord-Hollands, onder het merk Campina. Waarom hebben we gekozen voor Campina? Omdat Campina een betrouwbaar merk is, een groot merk is in Nederland, waarin wij geloven, zeg maar, door kaas daaronder te zetten, dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. De consument vraagt om een product op basis van kaas, op basis van weidemelk. Op basis van 100% natuurlijke grondstoffen, dat hebben we ook gedaan. En dat is ook wat het merk Campina uitdraagt. Dus wat dat betreft past het heel goed in de Campina-familie. Tot slot het weerbericht van agroweeradvies.nl. Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws, check www.nieuweoogst.nu of volg ons op Facebook, Twitter of YouTube.
Nieuwe Oogst TV werd mede mogelijk gemaakt door LTO Ledenvoordeel. Nieuw collectieve korting op auto's en bedrijfsauto's. En Dambeton voor kavelpadplaten, megablokken en betonmortel.